Dag Klaas. Goedemorgen. Hallo, fijn dat ik je spreek. Voor de luisteraars, ik spreek met Klaas Jongejan, oud-gemeenteraadslid en voorzitter van de Integrale Adviesraad Sociaal Domein in Almere. Almere is een gemeente die ook wel bekend staat als een vooruitstrevende gemeente, ook op sociaal gebied. En ik ga met Klaas in gesprek over wat de adviesraad doet, hoe zij als netwerk te werk gaat en hoe ze dat sinds anderhalf jaar, dus voor de start van de transities en de verantwoordelijkheden die bij gemeenten zijn gekomen over zorg, welzijn, participatie van burgers, hoe de adviesraad als netwerk van sociaal betrokken burgers uit Almere de gemeente adviseert. En hoe ze dat doet en wat de resultaten daarvan zijn. Misschien wil je zelf, Klaas, eerst even kort wat vertellen over de adviesraad. Heb ik een goede introductie gegeven? En kun je er wat op uitweiden? Ja, ik kan er heel lang over uitweiden, maar dat gaat niet doen, denk ik nou hoor. Ik ben blij dat jij aan de andere kant van de lijn zit en mij eerst nu en dan een keer even een hand toeroept, want anders dan duurt het allemaal te lang, denk ik. Ja, heel goed. We hebben een groep van 12 mensen. We hebben met z'n allen gesolliciteerd op een. We hebben gereageerd op een advertentie. Die door de gemeente en door een groep, en dat heet Breed Overleg hier in Almere. Dat zijn een verzameling van 40, 45 maatschappelijke ondernemingen. Belanghebbenden. Alle mensen die ook maar iets gevoel hebben bij wat er zich in het sociaal domein afspeelt. Mm-hmm. Daar hebben wij op gereageerd. Met z'n 12, er waren er ongetwijfeld meer, maar we zijn er met z'n 12, daar zijn we geselecteerd door een sollicitatiecommissie van 6 mensen. Mm-hmm. Dus het is allemaal best heel serieus gegaan. En mij werd gevraagd om daar voorzitter van te worden. Mm-hmm. Nou, wij functioneren nu sinds vorig jaar 1 april. Dus dat is iets langer, langer dan een jaar zijn we nu echt aan het werk. En zijn we druk bezig geweest om onze, de gedachten die we met z'n 12 hadden, om die manier ook vorm te geven. En de vorm van advies en hoe wij wilden werken, hoe we het wilden doen met de achterban, met de gemeente. Nou, alle spelers die in dit veld zitten. Daar hebben we gewoon zo'n beetje anderhalf jaar nu over gedaan om dat goed voor elkaar te krijgen. Dus, maar we staan nu met z'n allen de goede kant op, de neus de goede kant op, zal ik maar zeggen. En dat geldt zowel voor ons als adviesraad, maar dat geldt dan ook voor de gemeente en dat geldt ook voor het Breed Overleg Plus. En ja, voor zover de mensen die bij ons betrokken zijn bij het proces. Even kort. Ja, dat is indrukwekkend als je dat even kort zo de revue laat passeren. Ik wilde graag met je in gesprek, omdat veel mensen in het netwerk van LOC op zoek zijn of bezig zijn naar met het ontwikkelen van nieuwe vormen van medezeggenschap en zeggenschap op lokaal niveau. Omdat we natuurlijk allerlei stelselwijzigingen hebben gehad en die in volle gang zijn om het zo transformatief mogelijk te kunnen laten zijn en zo werkbaar en functioneel mogelijk. Jullie hebben dus een integrale adviesraad zijn jullie gestart. Kun je daar wat meer over vertellen van wat dat betekent, een integrale adviesraad? Wat houdt het in Almere in? Ik zal een poging doen. Graag. Sowieso natuurlijk bij de sollicitatie van deze 12 mensen werd het tijdens de sollicitatie werd er gekeken naar de gebieden waar mensen kennis van hadden. En of ze niet alleen kennis, maar ook waar hun netwerken lagen. Dus alle 12 leden die geselecteerd zijn, die hebben allemaal een bepaald gebied binnen het hele sociaal domein. Dus dat kan variëren tussen wonen, zorg, jeugdzorg, participatiewet. Kortom, al die facetten, ook het passend onderwijs, om het alsjeblieft niet vergeten. Ja. Kortom, al die facetten die zich binnen dat hele sociaal domein bewegen, daar is gekeken naar die 12 mensen. Dus of daar een kennis zat en of daar een netwerk lag. Nou, daar zijn we op gezet.
geadverteerd. Dus sowieso zit er natuurlijk in zo'n adviesraad al een flinke dosis kennis en een flink netwerk op de achtergrond. Ja. Dat over hoe wij, zeg maar, hoe die groep er dan ongeveer uitziet. Ja, en wat wij dan doen, en dat zeg ik, daar zijn we dan anderhalf jaar helemaal uit. Dat heeft even geduurd, omdat wij een bepaald idee hadden om tot een bepaald advies te komen. En dan bedoel ik zowel de adviezen die gevraagd zijn, als de adviezen die ongevraagd zijn. Wij zijn verplicht vanuit een verordening te spreken. En die verordening is door de gemeente uitgegeven. Daar heeft de gemeenteraad een beslissing over genomen. Te spreken met een organisatie, dat noemt ze Breed Overleg Plus. Een organisatie waar 40, 45 maatschappelijke organisaties in zitten. Belanghebbenden vanuit alle groepen, vanuit alle lagen, van de werkvloer, iets hoger. Maar je vindt daar van alles. Als je samen bij elkaar hebt zitten, dan is het een soort... het is net een Poolse landdag. Dat werkt natuurlijk niet om met z'n allen tegelijk te babbelen. Dus we hebben een bepaald systeem bedacht met elkaar. Met elkaar bedoel ik dus, dat is de adviesraad, het sociaal domein en het Breed Overleg Plus. En we hebben ons verdeeld in thema's. En de thema's die waren natuurlijk helder, dat zijn al de vier thema's die zitten in het sociaal domein. De mensen die daar verstand van hebben, die hebben we achter de thema's geplakt. Zowel van het adviesraad het sociaal domein als van Breed Overleg Plus. Ja. En voor de luisteraars, welke thema's zijn dat dan, die vier? Dat zijn de thema's uit het sociaal domein. Hè. De jeugd natuurlijk. Hè. Dat was een van de transities natuurlijk die we van de provincie naar de gemeente hebben overgebracht. Er zit natuurlijk het passend onderwijs zit daarin. De participatiewet zit daarin. En natuurlijk de WMO. Ja. En alles. En er zit natuurlijk, daar vind je in die trajecten kan je dan ook de oude AWBZ en de nieuwe wet langdurige zorg. En je kan alles een plek geven daar. Ja. Ja. Kortom, al die vernieuwingen, ook in de wet sociale werkvoorziening, al die voorzieningen hebben we gekoppeld aan één van die vier thema's. Mm-hmm. Nou, en al die thema's zitten nu mensen vast. Nou, op het moment dat nu een ambtenaar, want ik heb een secretaresse op het gemeentehuis zitten, dat is mijn aanspreekpunt en dat is ook het aanspreekpunt voor alle ambtenaren die in de gemeente werken binnen het sociaal domein. En dat zijn er hier in Almere, zijn dat er nou, een slordige 40. Ja, ja. Die allemaal bezig zijn met beleid schrijven, aanpassen, verordeningen, bedenk het maar. Ja. Hier het aanspreekpunt komt er een vraag bij mij terecht dat we bijvoorbeeld, ik noem even een voorbeeld, persoonsgebonden budget, dat speelt nu. Dat beleid moet geschreven worden. Nou, op dat moment dan die vraag komt bij mij als voorzitter terecht. Ja. Ik wijs een trekker aan binnen de adviesraad. Een van de 12, zeg maar. Ja. Die wordt de trekker van het onderwerp. Die kan binnen de adviesraad nog een aantal mensen om zich heen verzamelen. Die kan er goed bij zijn. Die heeft daar verstand van. Die heeft daar een netwerk liggen. Dus er komen er dan nog één of twee, afhankelijk van hoe zwaar het onderwerp is, komen er bij die trekker. Ja. Naast hem zitten. En tegelijkertijd pak je ook een aantal mensen uit dat Breed Overleg Plus. Dus dan zit je eigenlijk op bij de belanghebbenden zit je dan meer op de werkvloer. Nou, die koppel je ook aan diezelfde trekker vast. En dan gaan ze met z'n in de vorm van een soort werkgroep, gaan ze naar die ambtenaar toe. Naar het gemeentehuis, maken afspraken mee. En dan zitten we eigenlijk al op tafel vanaf het eerste moment dat het beleid op papier komt. Mm-hmm. Of als het oud beleid is. Weer nieuw leven ingeblazen moet worden, de aanpassingen of de wijzigingen. Ja. Dus vanaf de eerste dag zit er al een werkgroep bij deze ambtenaar aan tafel. Mm-hmm. Nou, uiteindelijk komt daar natuurlijk in overleg komt daar een document uit. En natuurlijk heeft daar ieder zijn eigen verantwoording in. Dat zijn wij als adviesraad en Breed Overleg Plus. Maar ook aan de andere kant natuurlijk een beleidsambtenaar die weer verantwoording af moet leggen aan
een wethouder omdat ze weer een bezuiniging ergens moet gaan doorvoeren. Dat begrijp ik. Dat begrijpt iedereen. Ja. Er komt een document uit. En dat document, dat komt dan formeel naar mij weer toe. Vanuit het gemeenteapparaat. En daar wordt een advies op gevraagd. Mm-hmm. Op dat moment komt diezelfde werkgroep van weer bij elkaar. Die pakt het advies op. En die gaat dan het stuk, die weten natuurlijk inmiddels al wat erin staat. Ja. Ze hebben natuurlijk al meerdere keren bij elkaar gezeten, maar ook niet alles is meegenomen dan wel overgenomen. Dus er wordt een advies opgeschreven. En het advies dat wordt dan door die werkgroep op papier gezet. Althans, dat wordt eerst in een soort klad op papier gezet. Omdat schrijven een truc is, maar dat hoef ik jou niet te vertellen nou. hebben we een schrijver in dienst, althans op afroep, en die maakt van de tekst die werkgroep bedacht heeft een mooi advies. Dat ziet er dan goed uit en dat is ook goed te lezen. En de essentie waar het dan op naam die staat er dan ook wel duidelijk in. Yeah. Nou, dat wordt gedeeld met de hele groep. Dat gaat allemaal online, allemaal via mail. Want we komen één keer in de maand bij elkaar, dus het is niet zo dat we alle adviezen, dat we daarvoor bij elkaar komen. Dat gaat via de mail. Via de mail kunnen alle leden, zowel van de ASD als van BO Plus, kunnen reageren op die het in concept op papier gezette advies. Ja. Daar wordt nog wat aan gesleuteld, links en rechts. Er komt nog wat binnen. Uiteindelijk heb je dan een definitief concept. En dat wordt dan definitief, komt bij mij, gaat mijn handtekening als voorzitter eronder en ik lever het weer in via mijn secretaresse. En we hebben nu afgesproken binnen het gemeentehuis om te zorgen dat de wethouders altijd direct onze adviezen gevraagd of ongevraagd krijgen. Zitten zij in de CC rechtstreeks. Mm-hmm. En ik heb een directe link van ons uit, omdat het ook in de politiek wil weten wat wij ermee doen natuurlijk en wat wij vinden van in dit geval de PGB, gaat er ook een rechtstreeks dit ongevraagd advies naar de griffie van de gemeente, zodat ook het bij de mensen vanuit de verschillende politieke partijen daar notie van kunnen nemen. Mm-hmm. Nou, dan ligt het natuurlijk aan de wethouder dan wel de beleidsambtenaar van wat gaat ze met ons advies doen. Wordt er wel wat aan gewijzigd, wordt er niks aan gewijzigd. Het komt uiteindelijk, het beleidsstuk komt natuurlijk op de politieke agenda te staan. En op het moment dat het geagendeerd is, dan zit het stuk. En dan heeft natuurlijk de mensen die daarmee werken binnen de politieke partijen, die hebben ons advies al lang gezien. Ja. En die kunnen daar dan hun ding mee doen. Mm-hmm. Of ze pikken het, of ze zeggen nou, het stuk van wat de wethouder aanbiedt, dat kan prima zo. En anders dan zeggen, ja, de adviesraad die heeft dit of dat ingebracht. En dan volgt er dan nog een motie of amendement of wat dan ook. Ja. En dan wordt het afgetimmerd. Wow. Dan even in een... Dus ongeveer dit is de werkwijze die wij nu als het gaat om gevraagde adviezen volgen. Indrukwekkend hoor. Ja, er zijn nog meer. We hebben nog ongevraagd advies, dat loopt op een iets andere manier. En we hebben natuurlijk ook nog te maken hier, omdat we centrumgemeente zijn in Almere. Neem bijvoorbeeld het beschermd wonen, dat is iets wat regionaal besloten moet worden. Ja. Dus er besluit niet alleen Almere over, maar er besluit dus ook in Zeewolde, Lelystad, Dronten, Noordoostpolder allemaal over. Mm-hmm. En nou, daar was geen overleg met elkaar en wij hebben als adviesraad gezegd, ja, het is natuurlijk goed dat wij er wat van vinden als adviesraad Almere, maar wat vinden die WMO-raden er nu van in de vijf andere gemeentes van deze polder? Ja. Yeah. Nou, daar werd voor zover ik kon zien of wij konden zien, niet zoveel mee gedaan. Het werd afgetimmerd tussen de respectievelijke wethouders en dan werd er een besluit over genomen. En dat besluit werd genomen in Almere door de gemeenteraad van Almere. Dus dat was een beetje raar, vond ik eigenlijk. Dus daar hebben we een verandering zelf ingebracht door gewoon die WMO-raden, cliëntenraden. Het hebben allemaal verschillende namen, maar ze doen wel hetzelfde werk. Yeah.
die hebben we zeg maar op het gebied van beschermd wonen, het regionaal kompas, noemen ze dat hier in Flevoland. Ja. Hebben we gewoon alle Flevolandse WMO-raden zeg maar, bij elkaar geroepen. En bij elkaar gaan zitten en zeggen, nou jongens, op het moment dat er sprake is van een onderwerp zoals beschermd wonen, waar regionaal een besluit over moet worden, dan wordt het ook bij jullie voorgelegd als WMO-raad. Wat je ervan vindt in dezelfde cyclus dat wij als adviesraad bezig zijn met breed overleg om het advies voor te bereiden. Wauw, en dat is nu een onderdeel van die cyclus ook? Ja, die hebben wij zelf als adviesraad onderdeel gemaakt van onze eigen cyclus, ja. En dus samen met die anderen, dus op regionaal niveau, als daar dan dus een advies uitgebracht moet worden of als daar beslissingen genomen moeten worden, dan moet dat altijd via de regionale afstemming met de adviesraden. Het is een uitdaging voor de schrijver in dit geval. Ja. Want die krijgt natuurlijk uit 6 verschillende kanten op een adviesvraag of een ongevraagd advies, dat kan ook, krijgt ze natuurlijk stukjes, ja. Artikel, zeg maar, hele, en daar moet ze dan één gezamenlijk advies van maken. Ja, ja, ja. En we hebben met elkaar afgesproken op het moment dat er een gemeente is die zeer afwijkend is ten opzichte van de rest, dat we dan zeg maar bij het advies een soort bijlage erachter zetten van gemeente A heeft gezegd, maar die is het niet. Nou ja, zo kan je dan het advies. Dat hebben we nu 2 keer gedaan. Dat is ook nieuw hoor, dat hebben we ook pas 2 keer gedaan. Dus het was voor ons ook een probeersel om dat te kijken, want het was natuurlijk al erg lastig om al die raden bij elkaar te krijgen. Ja, over hoeveel heb je het er dan ongeveer? Ja, die waren dat ook niet gewend natuurlijk om te doen. Precies, en hoeveel heb je het dan ongeveer over? Over hoeveel mensen? Raden. Dat zijn 6 verschillende raden. Mm-hmm. Nou, en we hebben een paar keer bij elkaar gezeten en we hebben dat dan georganiseerd in centraal, zeg maar een beetje in Flevoland. We hebben dat in Lelystad gedaan, ja. Nu een paar keer. En dan komen we daar met z'n allen, huren we ruimte en dan gaan we daar bij elkaar zitten en dan gaan we zeggen, jongens, zo doen we het niet. Mm-hmm. Dus dat hebben we 2 keer gedaan. Ik moet zeggen, dat is binnen de gemeente, is dat heel erg, hier in de centrumgemeente althans, is dat heel goed aangekomen. De wethouders waren er zeer tevreden over, want dat overleg, dat gebeurde niet. Het overleg ging niet verder dan beleidsambtenaren onderling van de verschillende gemeenten en verder kwam het niet. Ja. Nou, dat is natuurlijk raar dat je dan de WMO-raden die eronder hangen, die hebben er helemaal geen weet van. Ja. Nou, dat is staan de respectievelijke gemeenteraden. Ja. En deze actie hebben wij ooit opgestart eigenlijk, omdat er was toen in de tijd een artikel, en ik heb de datum niet meer helder op, maar er was een artikel stond in de Volkskrant, dat gemeenteraadsleden bij dit soort besluiten, regionale besluiten, op de achterbank zitten. Mm-hmm. Nou, dat klopt. Ja. Gemeenteraden worden heel vaak in deze dingen gewoon gepasseerd. En dan worden de besluiten van tevoren regionaal met een aantal wethouders onder elkaar worden allemaal vastgelegd. En dan gemeenteraden zien het niet eens meer. Die krijgen het alleen maar als een vaststaand feit voorgelegd. Als informatie. Nou, dat proberen we dan op deze manier een stokje voor te steken. Ja, precies, ja. Maar dan zeg je dus eigenlijk ook, want dan steek jij het nu ook in vanuit het perspectief van gemeenteraadsleden en dat zij daar meer zeggenschap in kunnen hebben, zeg je eigenlijk. Maar natuurlijk ook de raden die de burger vertegenwoordigen en nagaan of dat wat er vanuit het gemeentelijk niveau en regioniveau goed aansluit op de praktijksituatie waar het uiteindelijk over gaat. Dus daarmee zeg je ook iets over hoe jullie integraal te werk gaan. Dat je dus de verschillende niveaus in ogenschouw neemt in het proces waar je mee te maken hebt. Zowel dus bestuurlijk niveau en gemeenteraadsleden, dus ambtenaren, jullie als organisatie, de maatschappelijke organisaties in de regio en... je vertelde net dus ook dat jullie dus veel nauw samenwerken met breed overleg plus, waarvan je aangaf dat is vooral de werkvloer en misschien iets daarboven van maatschappelijke organisaties in Almere.
En zitten daar ook cliëntenorganisaties bij? Nou, die zitten wel aan tafel. We hebben daar, ik moet even zeggen, de cliëntenparticipatie, daar zijn we nu op dit moment wel druk mee. Want dat is, we vinden zelf, laat ik zo zeggen, je maakt als adviesraad voor jezelf een lijstje van wat hebben we nou nog niet goed geregeld met elkaar. Wat vinden wij onderbelicht? Ja. Nou, dat is onder andere dit gedeelte. Mm-hmm. Cliëntenparticipatie, we hebben daar nu sinds 2 weken hebben wij daar een ongevraagd advies bij het college van BRW Almere neergelegd. Mm-hmm. Omdat we daar een bepaald idee bij hebben hoe dat zou kunnen. En waar we zelf daarnaast mee bezig, actief mee bezig zijn met een voorstel te schrijven, dat is hoe we de jeugd erbij halen. Mm-hmm. We hebben natuurlijk heel veel, we zeggen heel veel over jeugd en of het nou is in de jeugdzorg of over de jeugd GGZ. Sorry. Maar de jeugd zelf die zit niet bij ons aan tafel. Mm-hmm. Wij zien die jongeren ook niet. We hebben in het brede overleg één groepering zitten. Er zitten 2 jongelui, zeg maar, die iets willen meedenken als het gaat over jeugd. Ja. Dat vinden we allemaal een beetje krap. Ja. Dus we zijn nu een voorstel en we hebben het. Volgens mij heb ik eind augustus al de eerste vergadering met een groepering hier uit Almere jongeren die mee wil gaan denken als het gaat over wat besluiten we nou allemaal over de jeugd. Ja, ja, ja. Om met die jeugd nu te gaan praten hoe zij daar een stemming kunnen krijgen. Oh, goed. Dat zal wat ingewikkeld worden, maar dat is gewoon techniek. Hoe wij dan weer als adviesraad, wij zijn met 12 mensen gekozen. Waar natuurlijk een wethouder en een BNW een besluit over neemt, hoe we dan die stem van de jeugd daarin gaan krijgen. Maar goed, dat is aan ons om daar wat op te vinden. Ik vind wel dat we dat moeten doen. Ja, en als ik zo. En we gaan het ook doen trouwens hoor. Links of rechtsom. Ja, mooi. En als ik zo als ik zo eventjes een inkijkje doorloop in de tijd dat we nu in gesprek zijn van de afgelopen 1,5 jaar, hebben jullie nogal niet wat. Ter hand genomen en met het nodige succes. Dus dat mag toch ook moed geven. Ja, nou ja, we hadden natuurlijk ook een idee. Dat is ook bij ons lang een discussie geweest. De gemeenteraad heeft een bepaald bedrag aan de adviesraad geplakt. Wij zijn allemaal vrijwilligers, dus we staan niet op de loonlijst. We krijgen allemaal alle 12 vrijwilligersbijdragen. Dat is wat we doen. Ja. Of wat we krijgen. Voor de rest is het, en dat hoeft ook niet, dat willen we ook niet. Het is zo dat, maar goed, als we kosten maken en we willen een keer een spreker hebben of we willen deskundigheid inhuren op een bepaald gebied. Want het gaat vaak natuurlijk met participatiewet, gaat het over wetgeving, dan moet je mensen vragen. Ja. Je kan niet iedereen natuurlijk, dat wij nou voor een klein bedrag per maand doen. Dat wil niet zeggen dat je de mensen ook inhuurt die allemaal een klein bedrag komen. Nee, nee. Je moet een bepaald bedrag hebben. Nou, dat bedrag hebben we gekregen. En dat hebben we nu op. Na lang overleg hebben we daar nu zelf ook beschikking over. We hebben het bedrag. Maand of jaarlijks vragen wij het bedrag nu aan in een soort subsidievorm. We hebben een stichting binnen de Integraal Adviesraad opgericht. Ja. Dus met een eigen bestuurtje weer. Mm-hmm. Ik heb nog eens een keer met een paar mensen 2 petten op in 1 club. Mm-hmm. En daar brengen we het geld in onder. Met een penningmeester en een administratiekantoor erachter en dat soort dingen. Dus dat wordt gewoon, ons geld wordt nu, we beheren nu ons eigen geld. Mm-hmm. En we leggen verantwoording af als elke andere instelling die subsidies aanvraagt. Mm-hmm. Dus daar zijn we nu gelukkig helemaal uit. En we kunnen nu dus gewoon mensen inhuren waarvan we zeggen, nou, die willen wij graag als spreker hebben, of nou ja, maakt niet uit wat op welke manier die je geld uitzet. Ja, mooi. En dat was voorheen, was dat in beginsel, was dat nog anders dat je dat de gemeente daar meer in besloot en dat zij dat uitvoerden, dat jullie dat niet zelfstandig konden doen? Het is voor de gemeente ingewikkeld om als mensen onkosten maken, om elke, en dan chargeer ik het even. Elke euro die je uitgeeft, die moet bij de gemeente vastgelegd worden. Er zit een ambtenaar op en die geeft vervolgens het papier weer door aan de andere ambtenaar. Ja. Er zitten administratieve procedures in die gemeente, die zijn enorm. En wij kunnen gewoon, als wij onkosten maken, leggen we het briefje gewoon neer. We leggen er
maandelijks komen we bij elkaar, daar besluiten we met elkaar of we het op die manier doen, ja of nee. En het organisatiekantoor kan gewoon zijn werk doen. Ja, geweldig. Dat is veel normaler, simpeler. Ja, je hebt het gewoon zelf in de hand nu. Je hebt het zelf in de hand. Ja, dat klopt. Mooi. Wat ik... ik vind het echt indrukwekkend wat je vertelt, zo die anderhalf jaar ervaring met dit hele proces. En een van de vragen die ik je ook wilde stellen was van, hey, wat zijn de resultaten? Nou, daar heb je al een heleboel over verteld, over de successen van wat jullie bewerkstelligen als je zegt dat je zo te werk gaat. Ik ben 12 jaar raadslid geweest. En in die tijd dat ik raadslid was, hadden wij een WMO-raad. Zeg maar, zonder dat vervelend over te doen, dat is het niet. Die WMO-raad heeft geweldig zijn werk gedaan, alleen op een andere wijze. Yeah. Het gekke was dat ik als binnen de politiek had ik weinig zicht of geen zicht op de adviezen die bij zo'n WMO-raad geleverd werden aan de politiek. Wij zagen ze niet. Oké. En dat heeft gewoon te maken met, en dat is techniek hoor. Er komt een brief, en zo werken gemeentes vaak. De brieven komen binnen, en de brieven komen dan via een griffier, komen ze in een, in Almere doen ze dat dan in een soort dagmail. Mm-hmm. Dus alle raadsleden die krijgen een dagmail. Mm-hmm. En als je dan na 2 of 3 keer scrollen op je scherm, onderaan was, dan stonden daar de ingekomen brieven. Ja. Nou, praktijk leert dat raadsleden dagelijks wel naar die dagmail kijken. Die halen de belangrijke items er even uit, maar ze gaan geen 6 keer scrollen voordat ze bij al die brieven komen. Dus die brieven die werden over het algemeen, die input van die WMO-raad werd gewoon nauwelijks gelezen en er werd nauwelijks wat mee gedaan. En dat is natuurlijk, vond ik altijd heel vervelend. Wij kregen altijd als raad, op het moment dat het beleidsstuk op tafel lag van de gemeente, dan zat er bij dat beleidsstuk zat er dan datgene wat de WMO-raad ervan vond. Ja. Maar dat kregen we op hetzelfde moment. Ja. Nou, dan gebeurt er nauwelijks meer wat mee. Ja. Dus ik wilde eigenlijk een systeem vinden waar iedereen zich goed bij voelde, maar ook burgemeesters en wethouder natuurlijk, want je gaat het systeem veranderen, dat een raadslid van tevoren al weet wat wij ervan vinden. Zodat hij ook nog eens een keer aan ons kan vragen, zeg jongens, waarom vinden jullie dat nou zo? Ja, precies. Waarom doe je dit nou zo? Ja. Die ruimte vonden dat hij erin moest komen. Nou, dat is lastig om daar even snel een oplossing voor te vinden. Ik denk dat we hem wel gevonden hebben. Door gewoon die link, op het moment dat er een gevraagd of ongevraagd advies is, om die link naar de griffie te leggen. En wij hebben een grote voordeel dat binnen deze gemeenteraad weer een volgroep van het sociaal domein ingericht is door de raadsleden. Dus die mensen die daarin zitten, die krijgen bijna rechtstreeks via de griffie gewoon alle adviezen die wij geven rechtstreeks op tafel. Uh-huh. En dat zijn ook de woordvoerders op al deze onderwerpen. Uh-huh. Maar je hoeft natuurlijk, wij hebben 39 raadsleden zitten. Alle 39 raadsleden hoeven het niet te lezen. Ja. Dus dan de woordvoerders van de politieke partijen die hierover gaan, moeten het lezen. Ja, ja, ja. Nou, die hebben zich verzameld in deze volgroep. We hebben een heel makkelijke weg gevonden om het rechtstreeks in bij de politiek te krijgen. En ook eerder dan dat het beleidsstuk bij de politiek op tafel ligt. Ja. Waardoor er ruimte komt om met elkaar daar nog in gesprek over te gaan. Ja, en merk je dat in de praktijk dan ook? Ja, dat merk je. Het is nu zo, want we volgen natuurlijk elke donderdag zitten de vertegenwoordigers van de adviesraad. Die zitten bij de politieke beraadslagingen. Wij hebben wekelijks politieke markt hier in deze stad. Ja. Elke donderdag zitten er 1 of 2, en meestal ben ik er ook zelf, zitten zeker op het moment dat er ook onderwerpen uit het sociaal domein besproken worden, dat is bijna wekelijks zo, dan zit die ook bij de behandeling. En dan merk je dat raadsleden nu
gewend beginnen te raken. Dat van, maar wat vindt de adviesraad sociaal domein hiervan? Mm. Of waarom hebben we daar geen opmerking van gekregen? Mm-hmm. Nou, dan zijn wij er niet voor gevraagd. Dat gebeurt ook nog wel eens hoor. Mm-hmm. Dat wij gewoon niet gevraagd zijn om advies te geven. Mm-hmm. Nou, dan worden ze op teruggefloten en dan gaat het document weer terug. Ja. En dan komt er een nieuwe behandeling en dan worden wij eerst gevraagd om advies. Mm-hmm. Dus de raadsleden doen er nu daadwerkelijk iets mee met ons advies. Indrukwekkend, ja. En dat is voor, natuurlijk voor ons als leden en ook voor een breed overleg. Kijk, je kan het heeft al een uur inzet in de week of per dag. Vraagt dat van een ieder. En het is natuurlijk altijd leuk om dan te merken dat er dan in de politiek ook niets mee gebeurt. Ja, en ik kan me helemaal voorstellen dat omdat er natuurlijk, ik heb zelf ook bij een gemeente gewerkt. Het sociaal domein. En dan kan ik me ook heel erg voorstellen dat, dat kan jij misschien wel beamen vanuit jouw ervaring in die rol als gemeenteraadslid, dat je dat gemeenteraadsleden, zeker nu met alle nieuwe taken, daar graag ook het perspectief van de inwoner en de burger via jullie adviezen ook op tafel krijgen bij het gesprek, omdat het natuurlijk vaak nog niet. Maar dat is ook meer een vraag eigenlijk aan jou. LOC die werkt vanuit een visie op waardevolle zorg. En in de kern gaat dat uit van dat als dat wat voor mensen belangrijk is in hun leven, als dat aandacht kan krijgen in welke situatie dan ook. Dus ook in meest schrijnende zorgsituaties of ook lichtere zorgsituaties. Dat als dat aandacht kan krijgen, dan bevordert dat gezondheid. En werk je op een hele andere manier aan gezondheid dan veelal nog het geval, omdat we ons veel concentreren op ziekte en wat er niet goed gaat. En niet op ook de potentie van mensen. En als we bijvoorbeeld naar zorg kijken, dan kijken we vooral vaak naar zorg. En dan hebben we andere delen van het leven van een mens daar vaak niet bij in ogenschouw. Dus als je... en dat zijn natuurlijk gewoon een grote uitdagingen waar veel... organisaties voor staan als het zo is dat we cliënten en hun leven centraal willen stellen in wat we doen. En zo is het denk ik ook voor gemeenteraadsleden als zij beslissingen moeten nemen over hoe in een gemeente zorg bijvoorbeeld georganiseerd is. Dan ben ik nieuwsgierig hoe jouw ervaring is in de gemeente Almere. Of je daar ook een behoefte ervaart bij gemeenteraadsleden. Je zegt dat net zelf al, dat ze dan graag jullie advies vragen. Maar kun je daar wat meer woorden aan geven van wat is dan die behoefte? Wat is wat jullie bieden als adviesraad en jullie advies? Waar staat dat voor? Ja, nou, ik merk, want ik ben ook met deze, er wordt mijn raad gevraagd wat ik ervan vind, van de manier van werken van bijvoorbeeld de nieuwe volgroep die ze nu in de gemeenteraad hebben zitten. En die volgroep die bemoeit zich natuurlijk niet meer met de transitie, want die techniek hebben we nu al gehad. Het zit er nu natuurlijk voornamelijk op de transformatie en dat begrijpen raadsleden ook heel goed. Mm-hmm. Met name op dat gebied, daar gaan ze nu ook met elkaar. En ik heb we hebben gisteren een bijeenkomst gehad en daar zitten gewoon aan tafel, zeg maar, 80% van de politieke partijen die zijn gewoon vertegenwoordigd op dat moment. En dan gaan ze praten over, dan spreken ze met elkaar over van hoe gaan wij deze transitie volgen, met wie gaan wij in gesprek, en dat was gisteren dan een flink deel van het gesprek. We willen niet met de manager, we willen niet met de directeur spreken, maar we gaan echt spreken ook met de mensen die op de werkvloer zitten. Met de belanghebbenden dus. Mm-hmm. En alleen maar om, en ik heb ze wel gewaarschuwd, want wij hebben dat natuurlijk zelf ook gedaan. Ik heb al eerder in zo'n kennisgroep gezeten in de tijd dat ik zelf raadslid was. Yeah. Het gevaar is natuurlijk als je met mensen praat op de werkvloer, of zelfs nog lager. Dan krijg je natuurlijk enorm veel details krijg je naar je toe geslingerd. En daar kan je als raadslid niet zo bar veel mee in zoverre. Als je al die details op papier gaat zetten en je probeert daar beleid van te maken, dan gaat dat niet lukken.
Je moet dus echt proberen, en dan moet je een filter voor zien te creëren. En de een is daar wat beter in dan de ander natuurlijk. Ja. En alles wat je hoort, om dat weer terug te vertalen in beleid. Ja. Want dat is natuurlijk de truc. Precies. En gelukkig hebben we hier het grote voordeel, vind ik, in Almere, dat er degene die deze kar trekken, politiek gezien, dat het allemaal mensen zijn die al een aantal jaren meelopen. Mm-hmm. Dus die kennen het hele sociaal domein. Die zitten al jaren in het sociaal domein. Mm-hmm. Dus zij kunnen dat. En als er dan één of twee nieuwe bijkomen uit andere partijen, die vinden dan met elkaar de weg wel. Dus ik denk zelf wel dat zij, als ik hier in de gemeente Almere, dan heb ik dan het beste zicht op, dat ze daar best een goed systeem nu voor bedacht hebben. Mm-hmm. Nou, als wij daar als adviesraad een bijdrage aan kunnen leveren aan wat wij vinden met elkaar van een bepaald beleidsstuk, neem het PGB maar weer, dan en zij doen er dan ook wat mee, ja, dan denk ik dat we uiteindelijk tot een, ondanks de bezuinigingen natuurlijk, toch aan mooi integraal beleid. Want dat is denk ik de uitdaging waar gemeentes voor zitten. We krijgen minder geld, maar ja. Daar kan je over zeuren natuurlijk, maar het is gewoon zo. Je zal er toch wat mee moeten. Mm-hmm. Dan denk ik dat je, en deze groep is daar ook van overtuigd, dat op het moment dat je het in elkaar kan schuiven, mm-hmm. Beleidsmatig, maar ook natuurlijk op de werkvloer. We merken ook dat organisaties op de werkvloer niet allemaal nog de boel integraal aangepakt hebben zelf. Nee, precies. En bedoel jij met in elkaar schuiven dat de verschillende belangen en perspectieven allemaal een plek kunnen krijgen? Ja, mm-hmm. Dat bedoel ik. Ja. Mm-hmm. En dat ligt, je kan het beleidsmatig, is het makkelijk op te schrijven. Ja. Papier is gewillig, maar de praktijk is toch wat meer barstiger, dat lijkt wel. En dan hou je toch die scheiding die we er allemaal tussenuit gehaald hebben, die schotten, die blijven toch bij een heleboel clubjes nog gewoon zitten. Dat zit hem ook in de overheid hoor. Ja. Dat zit echt niet alleen bij instellingen, maar de overheid zelf doet dat ook nog steeds. Maar uiteindelijk moeten wij de winst halen, met name omdat ze natuurlijk toch met een bezuiniging en een kleinere begroting het moeten gaan doen. Moeten ze de winst zien te vinden in die integrale aanpak. Nou, als je dat niet goed voor elkaar krijgt, dan denk ik dat je gewoon geld tekort komt van het hebt. Ja. Dus jij zegt, daarbij eigenlijk ook... Dan krijgen mensen gewoon niet datgene wat ze vragen. Wat zei je als laatste? Dan krijgen de mensen, de cliënt dus, hè, de mensen die in Almere wonen in dit geval, die krijgen dan niet datgene waar ze om vragen. Ja. Nou, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. En, lijkt mij. Nee, lijkt mij ook niet. En dat is wel een mooi bruggetje naar dat ik heb een aantal van jullie openbare vergaderingen, die hebben jullie volgens mij zo goed als elke maand bijgewoond. En ik vond het daar interessant ook om te zien dat daar op de verschillende bijeenkomsten verschillende mensen aanwezig waren, zowel eigenlijk van alle groepen die je net zei, van jullie als adviesraad zelf, van het Breed Overleg Plus, van raadsleden, ambtenaren die presentaties gaven, andere organisaties, maar ook mensen uit de buurt en iets verder weg van de plek waar vergaderd werd. Wat zijn de reacties van cliënten of inwoners van Almere op wat jullie aan het doen zijn? Ja, we zijn in eerste instantie gestart door te vergaderen op één centrale plek. Het was eerst nog het stadhuis. Nou, daar zijn we zo snel mogelijk uitgegaan. Uiteindelijk hebben we gekozen om in de wijk te gaan zitten. En wij hebben in Almere 16 wijkteams. En het idee was om gewoon iedere keer, we vergaderen zeg maar 12 keer per jaar. Maar ja, dan moet dat lukken dat je elke maand in een wijk komt te zitten bij een ander wijkteam. Dat was het idee. Ja. Nou, het idee dat blijven we ook vasthouden. Het is aan ons een uitdaging om steeds onderdak te vinden. Want het succes was zodanig groot dat het kamertje waar we in moesten zitten, daar konden de mensen in de deur opening op een krukje zitten bij ons. Ja. En wij moesten al heel snel ook onze vergadersysteem
en de manier de vergaderagenda omgooien. Want wij denken in projecten en projectnummers. Nou, de mensen die erbij zaten, die keken in een roest op horloge. Dat was erg. Dus we zeggen, maar dat moeten we niet meer doen. Dus we hebben de agenda ook zodanig aangepast aan onze plannen, zeg maar. En we voeren dat nu ook uit om steeds op een andere plek in de wijk te zitten. Dat bijvoorbeeld het eerste gedeelte van de agenda, de eerste uren van ons, alle mensen die daar zitten, je zei het al, je noemde ze al op, er zitten altijd gemeenteambtenaren bij, omdat er altijd een thema behandeld wordt dat actueel is. Dus de beleidsambtenaren die komen er dan ook een verhaal over vertellen. Ja. Dan zit er altijd, we hebben elke maand een ander raadslid zitten of een fractieassistent, afhankelijk van wie de woordvoerders zijn op het onderwerp. Mm-hmm. En we hebben de vertegenwoordigers van dat wijkteam, waar we dan in de wijk zitten. Mm-hmm. En van het wijkteam, die wijkteams zijn natuurlijk nogal belangrijk geworden. Ja. Nou ja, dan heb je nog een aantal mensen die gewoon uit de wijk gezegd, nou, wij vinden het wel interessant en we willen wel eens meepraten. Nou, dat uur kan iedereen gewoon meepraten. We vergaderen dan, er wordt een onderwerp behandeld en iedereen die in de zaal zit, die kan gewoon zijn zegje zeggen. Ja. En dat gebeurt ook, kan ik beamen. Ja, dat en ik moet zeggen, dat werkt heel erg goed. Ja. Het enige is dat wij ervoor moeten zorgen dat we de vergaderruimte zodanig groot hebben dat we er ook in kunnen. Ja. En omdat we natuurlijk toch altijd nog natuurlijk wel een stuk, er zit toch altijd een technisch stuk achter. Ja, tuurlijk. Ja. En dat doen we dan in het tweede gedeelte van de vergadering. Nou, dan kunnen de mensen zeggen, nou jongens, dit heb ik al gehad. Ik ga naar huis en dan behandelen wij zeg maar het technische gedeelte altijd. Ja. Dus, En als jij zegt dat gaat goed, even los van die technische aspecten en de ruimteomvang, wat gaat er goed? Nou, wat goed gaat is de interactie tussen datgene wat wij vinden, want ook de mensen van de Breed Overleg Plus, die zitten er ook bij, die vergeet ik net. Maar die zitten er natuurlijk ook bij deze vergaderingen bij. Mm-hmm. Je merkt dan dat de interactie tussen mensen gewoon uit de buurt waar we zitten. En ja, de ene keer, we hebben al keren gehad dat mensen van het leger de Zeils, die hadden een keer mensen opgevangen. Nou, dan komen ze in een ander probleem te zitten, dan worden ze door de gemeente weer aangeschreven. Nou, al die zaken die kunnen we nu bij elkaar doen. Tegelijkertijd zeggen we van, nou weet je wat, daar zitten de mensen van het wijkteam. Maak een afspraak met elkaar. Mm-hmm. Doe dat niet nu, maar maak een afspraak, zodat mm-hmm. je op een ander moment erover kan praten met elkaar. Mm-hmm. Dus je brengt ook, hebben we al een paar keer gemerkt, mensen bij elkaar, die eigenlijk van elkaar niet weten dat ze in dezelfde wijk zitten, en het probleem makkelijk in de wijk op kunnen lossen. Wow. Het voordeel is dat mensen, zeg maar, en over het onderwerp, want de onderwerpen staan luid en duidelijk in de krant. Wij communiceren dat in de krant waar we zitten en waar we het over gaan hebben met elkaar. En onze website natuurlijk. Ja. Nou ja, daar komen mensen op af. Ja. En tot nu toe moet ik zeggen, we hebben er al eens 50 binnen gehad. Dus wat zei je? Ja, jullie hebben er? Over de 50, 53 tot nu toe. Bezoekers? Nou, dat was voor de vakantie. Dat zijn bezoekers, bedoel je? Dan van die 52 zitten er zeg maar maximaal 12 mensen die van de HSD zijn. Dus ja, er zitten er gauw een man op 30 aan mensen uit de wijk. Ja, oh. Ja, indrukwekkend. Ja. Dus het roert het een en ander en er is echt van alles in beweging gekomen, zeg je eigenlijk. Ja, maar ja, dat geeft ook een bepaalde druk bij ons neer natuurlijk. En dus wij zijn naar aanleiding van... Ja, wij zien het als winst, dit, om te gaan kijken hoe we nou met die participatie van de burger, of ja, cliënten, of wat dan ook. Ja. Het wordt in het gemeentelijk jargon wordt dat cliëntenparticipatie genoemd, maar nou, prima. Om te gaan kijken hoe we dit nou, beter handen en voeten kunnen geven. Ja. En daar hebben we nu een ongevraagd advies. We hebben het 2 weken geleden ingediend bij de gemeente. We gaan kijken of ze daar wat mee gaan doen. Kijk, wij gaan het gewoon proberen. Ik hoef aan niemand toestemming te vragen of ik het mag. We doen het gewoon. Ja.
En als we de ruimte hebben, want dat is onze uitdaging dan, om een plek te zoeken. En als we dat allemaal vinden, dan voor het geld hoeft het allemaal nog geen probleem te zijn. We zitten nog steeds binnen onze begroting. Dus als het om huur van ruimtes gaat of het betalen van een kop koffie of wat ook, nou, dat is tot nu toe ons probleem niet. En als dat wel een probleem zou worden, dan leg ik het één op één gewoon bij de gemeenteraad neer. Dan zeg maar wat je ermee wil. Dus. Heb je het nou specifiek over de cliëntenparticipatie inhoudelijk van het advies dat jullie doen? Of bedoel je nu de bijeenkomsten, de openbare vergaderingen? Nee hoor, ik kijk gelijk een beetje vooruit. Ik denk een beetje hardop eigenlijk tegelijkertijd. Ja. We willen het eerst nu de participatie wat beter vorm gaan geven. We hebben een van de manieren die wij kunnen doen, dat is zeg maar, die openbare vergaderingen die steeds beter bezocht worden. Mm-hmm. En er zit natuurlijk ook een formele kant aan voor de gemeente. En die zal ook gewoon zelf maatregelen moeten nemen waar dat ze die hele participatie van de burger gewoon beter en serieuzer gaan nemen natuurlijk. Ja. En wij vinden dat ze dat op dit moment niet goed doen al. Ja, dus... Daar hebben wij nu een ongevraagd advies voor neergelegd. Ja, precies. En als jij het dan hebt over daar handen en voeten aan geven, daar had je het net over. Ja, we werken samen met organisaties die gewoon ook landelijk hier meewerken. Hoort dat in iedereen? Mm-hmm. Die club, die organisatie. Ja, we hebben een organisatie die vanuit Lelystad heel erg actief is. Mm-hmm. Met name die cliëntenparticipatie werken dan weer samen met deze landelijke organisatie. Die voor ons ook bijvoorbeeld die keukentafelgesprekken van hoe wordt dat nou ontvangen? Ja. Hoe reageren mensen daar nou daadwerkelijk op? En de uitkomsten daarvan, die krijgen wij allemaal kant en klaar krijgen we dat op tafel. Dus wij maken aan de hand van die gegevens, besluiten wij of we daar inderdaad een ongevraagd advies over gaan geven. En dat gaan we dus ook doen. Ja, en als je... Als je ga je daarmee om als gemeente? Ja, en als jij zo terugkijkt naar de afgelopen anderhalf jaar en de adviezen die jullie hebben gemaakt, wat zou je kunnen zeggen over resultaten daarvan? Over resultaten van die adviezen of uitkomsten daarvan, of effecten? Ja, nou, de manier van... Wij zijn natuurlijk lopen de laatste anderhalf jaar hebben wij onze werkwijze helemaal omgegooid. Mm-hmm. En we merken sinds vorig jaar, nou, september, oktober zeg maar, hebben we deze werkwijze zoals we nu werken. En ik merk nu dat datgene wat wij op papier zetten dan wel wat wij vinden. Maar dat is ook natuurlijk wel belangrijk dat daar politiek van alles mee gedaan wordt, maar dat ook het ambtelijk apparaat het heel erg fijn vindt om van tevoren al met elkaar bepaalde gegevens vanuit de werkvloer mee te nemen in het beleidstuk wat uiteindelijk aan de gemeenteraad voorgelegd wordt. Dus we winnen aan twee kanten, we hebben aan twee kanten weten te winnen, zowel de beleidsmakers zelf die gewoon en meer met ons willen spreken over datgene wat er wat meer toegeschreven is op degene die het moet ondergaan, de burger dus in dit geval. Ja. Maar ook de politiek die dan ziet van, het is nog niet scherp genoeg eigenlijk. De ASD, de adviesraad die vindt dat er nog, noem even de PVB, het aantal uren waar mensen zelf verantwoordelijk voor worden straks. Die variëren landelijk ook tussen de 8 uur en de 14 uur bijvoorbeeld. Ja. Nou, hier hebben ze gezegd, we gaan naar 14. Wij willen gewoon dat ze blijven bij 8 en max naar 10 gaan. Nou, dan kan je dan, we hebben het tot teruggeschreven naar 12. En nou zouden we het eigenlijk met de politiek nog terug willen brengen naar 10. Mm-hmm. En we dat iets gewoon korter van PGW's, dus eigenlijk wat de plannen waren. Nou, dat kan je met elkaar in overleg doen. En ik denk dat je die winst ook maakt. En we hebben in de afgelopen adviezen, hebben we daar op allerlei gebieden, hebben we daar gewoon winst op geboekt. Ja, daadwerkelijk kunnen we gewoon zien. En dat motiveert zowel de mensen van de werkvloer die in breed overleg zitten, als natuurlijk die 12 mensen die in de adviesraad zitten om gewoon de uren erin te blijven steken die ze dat nu ook doen. Ja, precies. En om passende ruimtes te kunnen creëren, omdat dat blijkbaar dus ook iets doet met de inwoners die jullie weer weten te vinden. Ja.
de inwoners die zeggen, kijk nou toch, ze horen wat van ons. Want over dat PGB, dat kwam namelijk onder andere het aantal uren terugbrengen. Dat werd in dat uren werd daar werd nogal aardig kritisch over gesproken. Dus we hadden zoiets van, ja, waarom gaan wij zomaar naar 14? Weet je wel? Dus wij nemen dat dan mee en zij zien het dan terug in zoveel, want we maken altijd reclame voor onze eigen website natuurlijk. Tuurlijk. Alle adviezen staan zowel in uitgebreid vorm als, we noemen dat de publieksversie. Die wat makkelijker te lezen is. Ja, inderdaad. Om te zorgen dat iedereen die het wil lezen, het ook snapt waar het over gaat. Precies. En als je dan de uitgebreidere versie wil lezen, kan je dan via de website ook gewoon aanvragen. Aha. En dan krijg je hem gewoon thuis gestuurd. Mooi, ja. En kun je de website voor de lezers even noemen? Voor de lezers en de luisteraars. Ja, dat is een hele lange naam. www.adviesraadsociaaldomeinalmere.nl. Dat is een heel eind. En het is allemaal aan elkaar? Allemaal aan elkaar, zonder punten. Nee. Eén groot woord, adviesraadsociaaldomeinalmere, aan elkaar vast. Oh, maar dat is goed te vinden. En daar zijn dan zeg maar alles wat wij doen. In het begin lukte dat ook niet echt. Toen was mijn als ambtelijk apparaat vond het toch vervelend dat we elk advies wat wij uitbrachten, het moment dat we het uitbrachten, ook al op onze website hadden staan. Dus maar goed, dat hebben we allemaal gewonnen. Het gebeurt nu. Ja, precies. We proberen zo transparant mogelijk daarover te communiceren met een ieder. We doen geen geheime dingen. Het is geen hogere wiskunde. Dus ik vind dat iedereen wat wij met elkaar opschrijven, het gaat allemaal mensen aan. Hè. Ik bedoel, het werk wat wij doen, ik zeg altijd, het raakt zeker 70-75% van de Almeerse inwoners die hebben hier wat mee te maken met iets uit het sociaal domein. Ja. Nou, dan vind ik ook dat mensen moeten weten wat wij doen. Ja. Nee, dat moet terug te zien zijn, dat is geen geheim. Nee, en dat vind ik ook indrukwekkend in wat je zo vertelt, is dat er eigenlijk wat jullie doen en gedaan hebben, is mensen bij elkaar brengen rondom precies dat waar het over gaat, wat je net zegt. Dat wat ertoe doet in het dagelijks leven van heel veel mensen en waar van alles beter in kan, dat het gewoon meer afgestemd kan worden op die situatie. Ja. Dat we natuurlijk gewoon nog veel gericht zijn op het organiseren en dingen doen vanuit organisatiebelangen onder andere. Waar we gewoon nog niet het gebruikelijk is, veelal. En gelukkig steeds meer. En daar leveren jullie dus een hele grote bijdrage in dat kan verbeteren. Dat wij een flinke bijdrage bij doen, ja. En wat ik hoor in hoe je dat zo vertelt, is dat jullie dus op allerlei manieren, als je het dus hebt over die effecten, op vele fronten klinkt dat er dan dus echt naar, dat er ook integrale effecten zijn op in die zin van op allerlei fronten, dat het perspectief van die leefsituatie van mensen, dat die meer in de picture komt. En dat die structureel meer een plek gaat krijgen, ook al gebeurt dat misschien nog niet allemaal overal zoals dat zou kunnen, maar dat daar wel ook echt structureel een verandering in lijkt te komen. We hebben een termijn van 4 jaar allemaal gehad en geloof ik maximaal volgens het voorschrift mogen we 2 keer 4 jaar zitten. Ik weet niet of ze allemaal blijven zitten, maar dat hoop ik wel natuurlijk. Maar goed, we zullen toch ook voor vernieuwing moeten zorgen, want anders dan moet je straks in 1 keer de hele club vervangen. Dat zal ook niet de goede bedoeling zijn natuurlijk. Ja. Dus er is al een gefaseerde, en daar zijn we nu druk mee bezig om dat soort reglementen goed te regelen, dat niet in 1 keer zo'n hele organisatie straks opstapt. Ja. Het is wel zo dat wij nu na 1,5 jaar kunnen zeggen, nou, we hebben een goede start gemaakt met elkaar. Er zijn nog een heleboel dingen te doen, die we beter zouden kunnen doen, die we anders zouden kunnen doen. En dat is heel veel ook techniek, hoor. Maar ik noemde net even bijvoorbeeld met die jongeren, daar moeten we echt wat mee. Ja. Ik bedoel, we hebben hier een jonge stad, meer dan 33-34% in Almere is jeugd. Ja. Nou, wij geven hier miljoenen uit in jeugdzorg en dan heb ik het nog maar niet over de jeugd, geestelijke gezondheidszorg. Ja. Dan vind ik dat die jongeren daar een stem in moeten hebben. Ja, zeker. Ik weet nog niet hoe we het gaan doen, maar we gaan het doen. Maar dit zijn zo dingen, ik denk ook dat we dan de komende jaren naast de gebruikelijke adviezen gevraagd of ongevraagd
die we uit moeten geven. En dat gaan we ook doen. Ook nog eens een keer aan een aantal dingen zoals dit blijven werken. Om zeg maar dat... nou ja, wat er bij de burger gebeurt, het woord burger vind ik altijd heel erg vervelend. Maar ja. Wat er bij de mensen thuis gebeurt, dat we dat kunnen vertalen naar een fatsoenlijk stuk beleid. Ja. En dat mensen dat niet als drempels blijven en gaan zien. En dat, natuurlijk heb je met bezuinigingen te maken, dat kunnen wij ook niet. Dat kunnen wij ook niet mooier maken. Dat gaat niet. Maar we kunnen wel de boel zodanig denken, daar zijn wij van overtuigd hoor, ik in ieder geval. Dat op het moment dat je het beter inricht met elkaar, dat je dan... het nog steeds een stuk zorg kan gaan leveren wat kwaliteit heeft. Zeker, en LOC vanuit haar visie op waardevolle zorg staat ook echt voor van als je je blijft richten op hoe het systeem nu georganiseerd is en vooral gaat alleen kijkt gaat kijken naar de financiën en de kosten, dan gaat die kwaliteit ook, dat gaat ten koste van die kwaliteit. Dus er moet ook echt een verandering van systeem komen waar die kwaliteit in geïntegreerd is, zodat dat ook een effect kan hebben op de kosten. Ja, en dat is natuurlijk wat meer barstiger dan... Het is ook we werken al jaren in een bepaald systeem en op een bepaalde manier. En gewoontes van mensen, dus van bedrijven, dus, en dat zijn ook gewoon mensen natuurlijk allemaal. Ook de beleidsmakers zijn ook allemaal gewoon mensen. Je merkt gewoon dat iedereen zal gewoon die knop iets op moeten zetten. We zullen iets moeten gaan veranderen. Nou, als wij daar een bijdrage aan kunnen leveren, gaan we dat zeker doen met elkaar. We gaan dat zeker doen. Ja, ja. Mooi. En het is ook echt een ontwikkelingsproces wat je schetst. En ik vind het heel bemoedigend om zo je bevindingen, ervaringen en inspanningen zo daarvan te vernemen zo in dit uur. Omdat dat, er ligt zoveel op het bordje van gemeenten zoals Almere, maar allerlei gemeenten. En alle gemeentes hebben ermee te maken. Precies, en daarin schets je gewoon heel veel mooie activiteiten waar ik denk dat... heel veel mensen iets van zouden kunnen oppikken. Om in de eigen praktijk misschien geïnspireerd weer verder ook aan de slag te kunnen. En we staan toch... Het ook, hoor, de oude week. Het is niet zo dat... Kijk, we bedenken met z'n twaalfde dit. Maar het is niet zo dat we alleen naar onszelf kijken. We kijken natuurlijk ook om ons heen. Steden als Enschede. En er zijn een aantal steden die huizen, gemeentehuizen... er zijn een aantal gemeenten die allemaal vreselijk aan de weg timmeren. En daar halen wij ook dingen van uit. Ik heb zoiets van, datgene wat bedacht is en uitgevonden, ga ik hier niet opnieuw. Nee, precies. Dat doe ik in overleg, kopieer en plak, kunnen zeggen. Het zou ook stom zijn natuurlijk om alles opnieuw te gaan lopen bedenken, terwijl een ander het al uitgevonden heeft en het werkt daar. Dus, maar dat doen wij ook. En uiteindelijk denk ik dat je gezamenlijk, en dat is ook een club die daar, dat noemt zich de WMO-koepel in Nederland. Ja. Daar vallen al de WMO-raden een beetje onder. Ja. En daar moet ik ook maandelijks mijn bevindingen inleveren, dat doe ik ook. En we proberen met zo'n koepel ook gewoon, een systeem met elkaar te bedenken waar, wat inderdaad al die dingen die we nu net met elkaar besproken hebben in de afgelopen uur, zeg maar om daar ook handen en voeten aan te geven. Het is een proces wat nog een aantal jaren zal duren hoor. Zeker. We zullen er toch naartoe moeten. Ja, nee, helemaal mee eens. En ik denk dat het kan. Ik denk dat het kan. Ik denk het ook. En ik ben dan wel nieuwsgierig naar afrondend of je nog iets wil vertellen over wat er kan als het ook gaat over jullie ambities. Nou, we hebben ambities. Dat heb ik volgens mij al een aantal keer gezegd. We hebben een aantal ambities en een aantal dingen op onze agenda staan van waar we aandacht aan willen schenken. Ja. En we hebben ons inmiddels, we zijn zover en misschien klinkt dat wat arrogant, maar we gaan dat gewoon doen. We vragen niet meer aan een ambtelijk apparaat of dat kan. Ga ik niet naar de wethouder vragen of dit kan. Zo hebben wij dat regionaal overleg, dat hebben we zelf opgestart. Ja. En zo zijn er nog een aantal dingen die we kunnen doen met elkaar. Maar dat kan je gewoon zelf doen. Het is een kwestie van organiseren, de goede mensen bij elkaar krijgen. Want we zitten in
En heel veel WMO-raden, dat merken wij ook hier in Flevoland, want die ken ik dan het beste. Ja. Er zitten allemaal hartstikke goede mensen zitten bij elkaar. Ja. Maar als iedereen op zijn eigen eiland blijft zitten, dan gaat dat gewoon, zeker als het gaat om regionale besluiten die genomen worden, waar ook heel veel geld in omgaat. Ja. Met name in de jeugdzorg, grote stukken, geestelijke gezondheidszorg, pleegzorg, nou, noem het allemaal maar op. Nou, dan moet je wel besluiten, beschermd wonen niet te vergeten. Ik denk dat je dat met elkaar moet kunnen blijven bespreken. Maar dat soort initiatieven, wij gaan het gewoon doen. En we proberen dan iedereen te overtuigen dat dit de goede manier is natuurlijk. Ja. Ja, dat vindt de wijze is van werken. Maar goed, als het niet werkt, dan is het ook zo, dan stappen we er ook net zo makkelijk weer vanaf. Hoor. Als we denken, jongens, dit is toch niet wat we ervan gedacht hebben, nou ja, dan stoppen we. En dan gaan we gewoon een andere weg bewandelen. Dat is het. Gaat het niet linksom, dan doen we het rechtsom. Ja, precies. En dat is misschien omdat we vinden dat natuurlijk de zorg die geleverd moet worden bij mensen, die moet ook links of rechtsom geleverd worden. Ja, ja, ja. Je kan niet zeggen, oh, het komt ons vandaag niet uit. Of het potje van de geestelijke gezondheidszorg is vandaag leeg. Ja. De jeugdzorg was vroeger natuurlijk een onuitputtelijke pot bij de provincie. Mm-hmm. Als het tekort kwam op het eind, dan werd er altijd uit algemene middelen werd er geld bij gesluist. In de provincie. Ja. Als we een wachtlijst hadden, nou, we haalden de krant, we hebben weer wachtlijsten. Nou, dan ging het bij de provincie in de pot. En dan werd het weer opgelost. Maar dat is niet meer zo. Mm-hmm. De gemeenten hebben nu een budget voor iets. En er staat een hek omheen. Ja. Als het op is, is het op. Ja. Dat wil zeggen dat de gemeenten hebben de uitdaging om het zodanig te verdelen dat het niet halverwege de rit op is. Ja. Daar zijn gemeenten natuurlijk voor om dat te bewaken, maar daar zijn wij voor als adviesraden, WMO-raden, cliëntenorganisaties, om te zorgen dat de zorg daardoor niet in de knel komt te zitten. Ja, precies. En daarom, ook het adagium doen en als het niet linksom gaat, dan wel rechtsom. Dan doen we rechtsom. Zo is dat. Is er nog iets dat je lezers en luisteraars met hen wilt delen? Nou, ja, in zoverre. Heel veel is al bedacht. Er wordt natuurlijk van alles uitgeprobeerd. Er zijn pilots te over heel Nederland, dat weet ik. Ja. Ik zou zeggen, informeer je wat er te koop is als het over een bepaald onderwerp gaat. En schroom niet om gewoon via Google, internet, mailing, contact met elkaar te zoeken en overleg met elkaar. Want ga nou niet allemaal maanden investeren in dingen die al ergens anders al lang uitgeprobeerd worden. Of die al werken zelfs. Neem contact op. Wij staan er open. Ik sta er voor open. Onze groep staat er voor open. Als er wat is, dan... ze kunnen ons altijd vinden. Zeker via de website die ik net noemde. Ja. Adviesraadsociaaldomeinalmeer.nl. Nou, stel je vraag, leg het neer. En ben altijd bereid om tijd vrij te maken om... iemand er verder mee te helpen als het hoeft. Geweldig, ja. Ja? Hartelijk dank, Klaas. Ik wens jullie heel veel succes met de verdere gang van zaken en ontwikkelingen en ambities. Ja. En dank voor je tijd en op deze manier een bijdrage leveren aan deze verdere ontwikkeling in het hele land. Oké, Douwe, dankjewel. Graag gedaan. Voor het interview en we spreken elkaar vast. Gauw weer.